Wietse, die naam is Monte del Fra Custosa. Waarom moeten al die wijnen nou zo ingewikkelde namen hebben? Harry, goedemorgen. Nou ja, ingewikkelde namen. Het is een Italiaanse wijn. De keuze voor de wijn van de week. Monte del Fra, Hacienda Agricola. En het is Custosa. En het is, mensen vragen me wel eens, Wietse, wat is jouw favoriete witte wijn? Nou, ik verkoop 600-700 soorten wijn. En deze staat eigenlijk al 10 jaar echt op nummer 1. En dan zou je zeggen, waarom staat het nou op nummer 1 bij jou? Dat ga ik uitleggen. Ik weet precies waarom. Dit is slechts 12,5% alcohol. Dus zeer toegankelijk. Het komt uit Noord-Italië, Veneto. De familie Bonomo. En de wijnmaker is Massimo Bonomo. De familie maakt al sinds 1950, de jaren 50, wijnen. Ze hebben 140 hectare. En ze zijn zeg maar heer en meester om frisse, toegankelijke wijnen te maken voor een breed publiek. En dat is voor mij wel een beetje, dat ik zeg van, dit is ook mijn favoriet. Waarom? Aan de ene kant heb je heel veel frisheid, toegankelijkheid. En aan de andere kant heb je toch complexiteit, maar ook een fijne doordrinkbaarheid. Het is gemaakt van druivensoorten, dat je denkt van, nou, leg het op een schaaltje en maak er wijn van. En dat doen ze. Carcanega, Cortese, Trebbiano Toscana, Chardonnay en een beetje Friulano. En daarmee blenden ze jaar in jaar uit wijnen, zeg maar, voor een algemene smaak. Ik was vanochtend aan het voorbereiden. Ik had hem bij mij op een ontbijttafel staan. Ik dacht, ja, waar drink je het bij? Nou, ik durfde er bijna bij te zeggen, bij het ontbijt zou ik ook kunnen adviseren. Maar het is, zeg maar, een wijn die als aperitief kan bij je hapjes. En op mijn feestjes waar ik ze wel eens schenk, dan zeggen de mensen, ik moet natuurlijk goede wijnen schenken op mijn eigen feestje, maar zeggen ze, oh, wat lekkere frisse wijn, toegankelijk. En ik had de volgende dag er ook geen last van. Nou, dat is de kracht voor de wijn van de week. Monte del Fra Custosa. Kost slechts €7,50 per fles in de aanbieding. En dan heb je een Franco thuisgeleverd vanaf 6 flessen. Drink je alleen niet alleen wit, maar ook een beetje rood. Dan heb ik een leuk proefpakketje gemaakt. De Monte del Fra proefpakket. Met 3 flessen Bardolino. De rode is iets duur, die kost €67 per fles in de aanbieding deze maand. En 3 flessen Custosa, €7,50, maakt samen €45,30. Ja, dat had ik ook aangerekend. Ja, je belde mij op van de week. Ja, laat ze allemaal dezelfde prijs. Ja, een beetje indexering, denk ik, Hardy. Ja, ja. Nee, maar het kost slechts €45,30, proefpakketje. Je zegt licht gekoeld bij visschotel, doe je dat ook, hè? Die rode wijn. De rode, ja. Bardolino is natuurlijk ook zo'n lekkere wijn. Dat de temperaturen schieten een beetje omhoog. Je moet natuurlijk wel van, je wil niet de hele dag van die zware rode wijnen drinken. Dus zo'n Bardolino is, zeg maar, zeer toegankelijk. En daarom is, zeg maar, dat proefpakket heel erg leuk om deze wijnen van dit wijnhuis te leren kennen. Oké, bedankt zover. Nou, zoals gebruikelijk kunt u het nu bestellen. En eventueel maandag per telefoon, maar dat gebeurt steeds minder, hè? Ja, mensen vinden die website, dat vinden ze echt wel een uitkomst. Dus klik, klik, klik en dan krijg je het allemaal voor elkaar. Oké. Bedankt zover. Graag gedaan.